Vlissingen. En Vlissingen voor Jezus. En daar gaan we voor. En dat is ook het doel van deze middag. Om te laten zien dat wij van Jezus houden. En dat Jezus van Vlissingen houdt, maar van alle mensen houdt. Dus laat zien dat je van Jezus houdt. We gaan misschien wel liederen zingen onderweg. En om eventjes wat te proberen of dat goed overkomt, gaan we even oefenen. Even warm draaien. Niemand anders dan jij, dat kunnen we allemaal, hè? Niemand anders dan Jezus, niemand anders dan wij. Dat gaat de boot. Oh,
Vader God. En ik weet dat er één is die er een ontzettende bloedhekel aan had dat we hier liepen. En dat weten jullie ook wel. Dat is de tegenstander. Maar we hebben een statement neergezet hier in Vlissingen. Niemand kan er omheen. Jezus houdt van Vlissingen. Amen. En we gaan ervoor om Vlissingen bij Jezus te brengen. Dank u wel, Vader God, dat u door uw Heilige Geest dat gaat werken in de harten van mensen die ons hebben gezien. Ja. Het is uw plan, het is uw werk en u houdt hier niet meer op. U gaat door. En dat dank ik u voor. Dank u voor al die lieve mensen die meegelopen hebben om te laten zien dat zij van Jezus houden. En dat Jezus van Vlissingen, van de mensen houdt. Amen. 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 Ik dacht echt, die stad is van ons. Ja, als je zo met zo'n grote groep loopt, dan denk je die stad is van ons en die nemen we in. Ik wil toch even graag nog wat bedankjes uitdelen hoor aan Atenat. Waar is Atenat? Atenat. Dat zijn Atenat. En de andere medewerkers die hier allemaal al meegewerkt hebben. En eigenlijk wil ik vanuit de Stadskerk maar direct zeggen tegen hun, plan maar een nieuwe datum. Plan maar een nieuwe datum. Een nieuwe datum in het voorjaar van het nieuwe jaar. En dan gaan we met twee keer zoveel de straat op. He? Nee, dat kan. Ja, 130 man liepen er mee nu. Schitterend. Allemaal heel erg bedankt. En de zaad wat gezaaid is zal opkomen. Want God is een God van wonderen. Amen. Goeie dienst morgen allemaal. En we zien elkaar weer ergens. God zegen. Bij ons staat Ad de Groot. Die gaat ons het een en ander vertellen over de mars. Ja, we hebben dus vandaag voor Zeeland op deze manier voor de eerste keer een Mars voor Jezus georganiseerd. Het is niet heel nieuw wat er hier gebeurd is. Het werd in de jaren 80 en 90 al in de Randstad gedaan. Georganiseerd vaak door de EO of door Stichting Opwekking. Op het ogenblik zijn er weer activiteiten. Er was laatst een Mars in Rotterdam, in Amsterdam en komende zondag in Den Haag. En we zijn blij dat wij nu vandaag die Mars hier in Vlissingen konden houden. Ja, en hoeveel liepen er nou mee vandaag? Ik heb ruwweg geteld en ik denk dat zo'n 130 mensen meeliepen met de Mars. En dat waren dus mensen van allerlei verschillende gemeentes en kerken. We hebben dus de Mars opengesteld voor iedere christen die mee wilde lopen, die mag meelopen. We willen ook daarin de eenheid tot uitdrukking brengen. Geen eenheid van zoeken tussen kerken, maar de eenheid van de christen onder elkaar. We wilden dus laten zien dat Jezus van Vlissingen houdt. En ook dat wij van Jezus houden. We houden zoveel van Jezus dat we dat ook aan onze... aan de mensen hier in Vlissingen bekend willen maken. Want wij kennen Jezus als degene die ons gered en verlost heeft en onze plaats heeft gegeven in de hemel binnenkort. Maar we willen ook graag dat mensen in Vlissingen die de Heer Jezus nog niet kennen, ook hem leren kennen, want hij is de enige oplossing voor ons zonder probleem. We zijn wel van plan om dit vaker te doen. Dit was een plan dat God zelf mij had opgedragen om te doen. Ik weet dus niet of een volgende keer weer in Vlissingen is. Misschien wel, maar misschien ook wel in Middelburg, dat het ook op andere plaatsen in Zeeland zo mars gehouden worden. Want ook hier hebben we gezien dat de mensen, behalve uit Vlissingen, zelfs uit Zeeuws-Vlaanderen zijn geweest. En zelfs heb ik gehoord van iemand uit Breda. Dus wie weet waar het de volgende keer is, maar we gaan zeker door. Een website, is dat ook, of Facebook of zoiets dergelijks? Ja, we hebben ook een website gemaakt. Het is niet zo heel uitgebreid, maar dat is www.marsvoorjezuszeeland.com. We hebben ook op Facebook een pagina, dat is facebook.com/marsvoorjezus. En daar kan je ook informatie vinden. Oké, dankjewel en succes. Graag gedaan.